Uiteindelijk Kunyai die inspireerde hem zo dat hij uiteindelijk besloot ook een monnik te worden. En hij werd uiteindelijk monnik met de naam Tamachayo, Lompal Tamachayo. Lompal betekent dus iemand die abt is of een wat oudere monnik. Die zie je terwijl hij in de eind 60e jaren dus monnik werd. Ja. Nou, uiteindelijk leidde dat dus zijn samenwerking met Kunyai Ajahn, en zij was dan zijn mentor, leidde uiteindelijk toe dat er steeds meer mensen met hem gingen mee mediteren. Soms gaf zij les, soms gaf hij les. En uiteindelijk groeide dat dus uit tot een grote gemeenschap. En uiteindelijk besloot ze dus om een eigen tempel te stichten. En dit werd dus onze tempel. En dat is dus hoe het is gegaan. En hier zie je dus hele oude foto's nog van de eerste jaren dat ze de tempel gingen graven, gingen baggeren. Om land te, land te maken. Want er was heel veel water, maar geen grond. Nou ja, zo uiteindelijk kwamen ze dus tot dit mooie gebied, wat nog steeds de kern is van onze tempel. Nou, hier zie je dus Kunyai Ajahn, terwijl ze bomen planten. Want dat deed ze elke dag, om veel bomen te planten, om de grond goed te maken. Ze was toen al 60 jaar, dus het was eigenlijk best wel hard voor haar. Ze moest heel hard werken daarvoor. En dat was gewoon omdat er gewoon niet genoeg mensen waren. En later, toen er meer mensen kwamen, kon zij wat meer rust nemen. Maar het was ook een beetje vanuit haar eigen initiatief dat ze altijd, of eigenlijk kwam het helemaal vanuit haar eigen initiatief. Niemand anders wil natuurlijk dat een wat oudere vrouw zoals zij zoveel hard werk deed, maar ze was heel erg gedreven om de tempel te stichten. Nou, hier zijn de eerste gebouwen. En uiteindelijk dus ook de eerste meditatiezaal. De eerste monniken, Lompal Tamachayo als monnik en dan de eerste andere monnik die hier zit. Nou, en hij zegt dus ook, ik begon meteen mijn tempel te bouwen terwijl ik nog maar één dag monnik was. Hier zie je dus in de eerste jaren dat ze de tempel aan het bouwen zijn. Uiteindelijk waar het allemaal op neerkwam is dus dat hij de waarden en normen van het boeddhisme wilde uitdragen. En ook op die manier vrede wil creëren in de wereld. Ja. Dus dit is eigenlijk een aantal dingen. Maar uiteindelijk, waar het op neerkomt is hij is nog steeds een heel bijzonder gedreven monnik. En ik heb hem zelf een paar keer ontmoet. Hij is, in feite kun je elke tijd lang, ongeveer zo'n 10 jaar lang, kon je elke avond naar hem luisteren. Of je nu monnik was of geen monnik, man of vrouw, iedereen kon naar hem luisteren. Dan gaf hij een lezing in de avond. Maar er waren altijd zo'n 50, 60 mensen elke avond. En ik ben daar wel vaak naar gaan luisteren. Maar echt een persoonlijk ontmoeten, dat lukte niet altijd. Meestal lukte dat niet. Maar ik heb een aantal keren heb ik wel die gelegenheid gehad, omdat hij toen echt les gaf aan een klein groepje monniken, waar ik dan ook bij was. En wat mij altijd erg opviel aan hem was die zachte en compassievolle toon die hij had en nog steeds heeft. En ook de gedrevenheid. Ik heb één keer hebben we hem met een groepje van ongeveer 4-5 monniken hebben besproken over de ideeën die we hadden om het boeddhisme van Dhammakaya in Europa of in de rest van de wereld te introduceren, in ieder geval de meditatievorm. En toen vertelde hij ook over transcendente meditatie, wat in Nederland al een tijdje wordt gegeven. Een ander soort van meditatie, maar hij vertelde over de idealen van het creëren van een utopie en het creëren van een mooie samenleving. En ik weet dat nog heel goed, dat hij daar heel erg uitgebreid over vertelde.
En dat uiteindelijk het allemaal ging om het bereiken van innerlijke vrede in iedere, dat iedere mens dat kan en dat dan dat leidt tot wereldvrede. Maar ja, dat zijn de herinneringen die ik heb aan hem. Voor deze korte momenten wilde ik dat even kwijt.